Ja, ik vraag me ook af, hoe willen we eigenlijk voetballen? Hoe willen we voetballen? Ja. Dus ik zie weinig automatisme, ik zie weinig dreiging. Ik zie in ieder geval niet de Nederlandse voetbalschool zoals wij daarmee opgegroeid zijn. En ik zie ook best wel veel twijfel bij de spelers. Er gaat best veel mis. En dat kan altijd van alle tijden. Maar ik zie dan soms de vertwijfeling in de ogen van spelers. Dat ze hopen dat het goed gaat. Maar dat ze eigenlijk het allemaal zoekende zijn nog. Maar is dan, en dat denk ik. En dan denk ik weer als trainer. Ze zijn gestart met een missie. Ze hebben de voorbereiding niet gehad. Die hebben ze nu. Ja. En ze zien ook nu dat ze bij wijze van spreken met dat systeem wat ze hebben, bij wijze van spreken, tegen deze tegenstanders het moeilijker hebben. Maar dadelijk als ze tegen sterkere tegenstanders komen, dan zullen ze toch dit systeem moeten, denk ik, handhaven. En daarom denk ik dat hij daar al op aan voorbeduren is. Dat hij bij wijze van spreken nu de basis legt om straks het effect ervan te krijgen. Maar ik zeg al, ook dat weet ik niet, want ik ben niet erbij. We weten niet wat er op die trainingen gebeurt. Ja? Dat is voor ons ook koffiedik kijken. Ja, dat is ook zo. Maar ja, ik ben ook echt wel benieuwd. Want de Nederlandse verdediging die wordt amper getest nu. We krijgen bijna geen kansen. Dus zowel bij balbezit weet ik niet welke kant het op gaat. En ook bij balverlies zie ik geen vaste afspraken. Waardoor er ook best wel de nodige misverstanden zijn. Maar ik zie bijvoorbeeld wel, en ik heb dat ook gezegd. Ja, en daarom ben ik het ook niet helemaal eens met Van Basten. Ja, over Van Dijk. Over Van Dijk. Ik vind niet dat Van Dijk de speler is die wat het middenveld in moet dribbelen en het spel moet gaan maken. Dat vind ik niet. Ja? Ik vind Van Dijk moet spelen naar zijn natuurlijke kwaliteiten. En dat is snel de bal inleveren bij andere spelers. Buiten dat, ja, en daar ben ik wel met Van Basten eens, dat Van Dijk een persoonlijkheid is en dat moet uitstralen. En we weten niet of hij dat in de kleedkamer doet, buiten de wedstrijd om doet. Ik heb nu wel gezien dat hij bij wijze van spreken op een gegeven moment zo'n waffel opentrok, bij wijze van spreken. Ja? En dat een Frenkie de Jong de ballen niet aan het ophalen was in de verdediging. En dat zijn pluspuntjes die wat je ziet. Ja, ik zeg niet dat het al toereikend is om tot echt resultaat te komen. Want we hopen allen dat ze in de finale komen. En we hopen allen dat ze wereldkampioen worden. Maar er is nog een hele lange weg te gaan. Ja, maar je ziet ook zeker dat besproken is. Ja. Maar Van Dijk kon ook alleen maar de bal kwijt aan Ake en aan Timber dan, zeg maar, de afgelopen wedstrijden. Dus, mm-hmm. dan moet hij dan in gaan dribbelen. Ik vind ook niet dat hij in kan dribbelen. Maar je mist ook wel creativiteit op dit moment bij het Nederlands elftal. Ja, maar ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat in Depay nog niet zover is als ze graag willen hebben. Ook daar zie je een ontwikkeling. Ja? Ondanks dat ik hem gisteren ging het, vond ik. Maar de wedstrijd ervoor kwam hij er heel slecht in, bij wijze van spreken. Maar ja, toen vond ik het helemaal eigenlijk onder de maat. Maar goed, in ieder geval. Kijk, als een Depay echt in goede doen is, ja, dan kun je de ballen kwijt. Ja? En ook dan kan Frenkie veel korter bij hem spelen. En dan kan Klaassen korter bij hem spelen. En als je dan met de Roon de verdedigende man hebt, die wat bij wijze van spreken de taken over kan nemen. Ja? En Frenkie zal heus nog wel eens een keer een bal komen ophalen, hoor. Helemaal geen probleem. Maar over het geheel genomen moet hij op het middenveld spelen en niet in de verdediging spelen. Nee, want dan loopt hij ook een Van Dijk voor de voeten. En dan wordt die ruimte nog kleiner voor Van Dijk. En dan kan Virgil van Dijk niet die ballen kwijt die wat hij bij wijze van spreken. Dan komen ze vroeger onder druk te staan. Dat wil ik maar zeggen. Ja, dat is ook zo. Dus het is eigenlijk, het is door het hele team heen. Ja? Maar toch zie ik positieve ontwikkelingen.
Nou ja, ik vind in ieder geval Gakpo dat hij... Niet dat hij rendement, maar hij is betrokken. En, ja, hij is betrokken. En dat, vind, ja, dat, dat zijn ook dingen waar, waar andere spelers zich op moeten trekken. Ja. Maar Depay is iemand die graag zelf in de spotlight staat. Ja. En, nu, hè, en hij is niet helemaal fit, dus hij oogt niet, tot nu toe niet heel happy. Nee, maar, zeg maar. Eigenlijk kan het ook niet. Want voor hem, kijk, voor hem is het nog eens een dubbele voorbereiding, bij wijze van spreken. A, miste hij het wedstrijdritme, ja, blessures die wat erbij kwamen. En ja, nu zijn ze hem op aan het bouwen, ja, langzaam, totdat hij 90 minuten. En als hij die 90 minuten vol kan maken, dan is het er nog niet. Want dan heeft hij nog niet de topvorm. Dus laten we hopen dat hij zich verder ontwikkelt, zoals Alain van Bassen toentertijd. Ja, die wat ook met een blessure te doen gehad had. En dat hij langzaam in dat team gebracht werd. En dat werd toen iets sneller gedaan dan dat het bij wijze van spreken nu gedaan wordt. Ik heb het gevoel dat Depay zich een beetje inhoudt omdat hij niet opnieuw geblesseerd wil raken. Hij is natuurlijk niet 100% fit. En de intensiteit die is inderdaad wel hoog. Er wordt weinig balletjes op de eigen helft rondgespeeld. Dus er wordt ook wel wat gevraagd van de spelers qua fysiek. Maar daarom denk ik ook dat het ontzettend moeilijk is voor een spitsspeler om ruimtes te vinden. Ja? En als je kijkt naar de kwaliteiten van Depay, dan moet hij ze wel kunnen vinden. En daar gokt Van Gaal ook op. Van Gaal gokt op het feit dat Depay toch weer zijn kwaliteiten dadelijk tot uiting kan laten komen in de wedstrijden. Daar hoopt hij op, want hij zegt, met Depay zijn we een stuk sterker. Ja, alleen de tegenstanders worden ook steeds sterker. Hè. We hebben nu de zwakste gehad, omdat ze, nummer 50 en nummer 55. Omdat deze ook heel erg kort op elkaar gespeeld hebben, ja, had je bij wijze van spreken kunnen kiezen voor een ander systeem. Maar hij heeft bewust gekozen voor datzelfde systeem. Ook al zijn de ruimtes op de helft van de tegenstander heel erg klein. Ja, laat ze maar zoeken. Dadelijk wordt het denk ik makkelijker als ze tegen betere tegenstanders gaan komen. Die toch een paar aanvallen gaan verrichten en gaan openen. En dan krijgt misschien een Depay en Frenkie de Jong misschien wel net die meter meer ruimte. Nou ja, ze zullen meer ruimte krijgen, maar hoe fit zijn we? Hoe gaan we daarmee om dan? Dat is altijd.